Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes met Geron de Wulf. Als je klein bent, worden er vaak verhaaltjes voor je verteld, maar dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes, live vanuit de Joker in Antwerpen. Ik word bijgestaan door Pieter Verhels, die dit sprookje mee gaat improviseren. En de titel die we van het publiek kregen, er was eens een sprekende hond die drugs wou nemen. Snuiven. Die drugs wou snuiven. Heel belangrijk. Goed, hier gaan we dan. Er was eens een sprekende hond die drugs wou snuiven. De hond had een ongelooflijke fascinatie voor drugs. Ze had al heel veel dingen gesnoven, zoals zout en groenten en heel veel andere dingen die je liever best niet snuift, maar had nog nooit drugs gesnoven. En omdat zijn leven echt een hondenleven was en hij af en toe weg wou uit de realiteit, besloot hij om drugs te gaan zoeken. En omdat hij toch kon spreken, leek hem dit een makkelijke opdracht. Hij trok de stad in en ging op zoek naar een drugsdealer. Hij vraagt aan elke voorbijlopende persoon: woef, 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 woef. Maar geen enkele persoon kon honds praten. Want zo gaat dat in deze wereld. De meeste mensen spreken geen honds. En hij gaat horen, hij gaat horen. En hij begint aan iedereen te vragen van ja, woef, 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 woef. Maar ja, nergens drugs te vinden. En nergens. Niemand die u verstaat. En het was echt zijn grootste wens om een keer drugs te snuiven. Maar nergens vond hij op zijn hondenmanier drugs. Hij dacht, ik moet een andere manier vinden om aan drugs te geraken. Maar net op dat moment ziet hij opeens een doorwinterde krekhoer zitten in een hoekje. En hij denkt van, wauw, die gaat zeker drugs hebben. En hij gaat er naartoe en hij zegt, jij ziet er mijn doorwinterde krekhoeren uit. Heb jij nog crack? En ze blijkbaar, hoeren die aan de krak zitten, verstaan wel honden. Dat gaat zo, andere wereld. Het is iets dat krak met je geest doet, waardoor je wel honds kan verstaan. En die hoer kijkt naar die hond en vindt dat keigraaf. En zoiets van, wow, jij kunt babbelen. Nu, het was een krakhoer, dus ze vroeg ook, moet ik u pijpen, moet ik iets anders doen? Nee, zegt de hond, ik wil drugs. Ah, zegt hij, maar jij bent een hond, jij kunt toch drugs rieken? Ga voor de politie werken. Die vinden drugs met tonnen die hier met de containers binnenkomen. Ja, maar zegt de hond, ik wil nu drugs. Ja, zegt die krakhoer, maar ik heb krak, dat snuifde niet. Ah, kak, zei de hond. En de hond zegt, please, mag ik toch absoluut eens één keer proberen om het toch... Ik heb al heel rare dingen gesnoven in mijn leven. Misschien gaat deze er ook nog wel in. En de krakkoer zei, ah wel, waarom die? En ze graaft in haar zak en ze zegt, het is op. Jammer. Ja, dus het doel van de hond was nog steeds, oh, ik wil echt wel eens drugs snuiven. Dus hij pakt de hoer mee, omdat er dan toch via een ander kanaal kon gepraat worden met andere mensen, op zoek naar snuifbaar materiaal. En ze wandelen richting de politie. En onderweg komen ze andere honden tegen, die blijkbaar ook op zoek waren naar drugs. Want heel veel mensen weten niet dat honden die aan het snuffelen zijn, eigenlijk allemaal op zoek zijn naar drugs. Een drugshond van de politie is gewoon een hond die doet wat hij graag doet. En onderweg naar de politie komen ze nog andere honden tegen. En nog een hond, en nog een hond, en nog een hond. Tot ze echt een brigade van meer dan misschien wel honderden honden waren. En ze liepen allemaal achter die krakhoer aan op zoek naar drugs. Het was een zicht. Heel de stad stond in rep en roer. Iedereen hing uit de ramen. Wees naar beneden. Kijk daar, een krakhoer met 100 honden. Het was een verhaal dat jaren ging meegaan. Elke hond wilde erbij zijn. Elke hond. Elke hond sprong uit de ramen en zei, ik wil ook mee achter de krakhoer aan. Sommige honden sprongen van te hoog. En vielen te pletter. Vielen te pletter. Dood, jammer. Jammer. Een goede poging. Maar toch, ze gingen gewoon door. En op een gegeven moment waren alle honden uit heel België liepen achter één in de rij aan richting het politiebureau.
En in het politiebureau zat er een dame die rustig zat te werken. En ze kijkt door het raam en ze ziet opeens heel die brigade honden met die krekhoer aanlopen. En ze denkt, dat heb ik nu nog nooit gezien. Ze doet het raam open en ze vraagt, waar kan ik jullie mee van dienst zijn? En alle honden beginnen te blaffen. Wauw, 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 wauw. Rustig, zegt de hoer, niet allemaal samen. Dus één hond, de hond, zegt gewoon, wow, ik wil drugs. En de hoer vertaalt van de politieagenten, wij willen drugs, wij willen die honden laten snuiven. Ah, zegt de politievrouw, dat is geen probleem. Want we hebben gisteren nog een ton cocaïne gevonden in de haven, die er toevallig allemaal opgeslagen ligt. En de honden zijn helemaal extatisch. En ze lopen het politiebureau binnen. Ze steken hun neuzen in de cocaïne. En ze beginnen heel die ton cocaïne op te snuiven. Lekker. Dus de wens van de hond was gewoon in vervulling gegaan. Er is blijkbaar geen wet die verbiedt aan honden om cocaïne te snuiven. De moraal van dit verhaal. Als je cocaïne wilt en je bent geen hond, doe dan alsof. Laf. Slaap lekker. Dames en heren, Pieter Verhelst.